Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen, opgenomen op vrijdag 14 september. Er zijn zonnige perioden vandaag, het ziet er prima uit, alleen in het westen en noorden kan hier en daar een enkel buitje vallen. Vanochtend ligt de temperatuur zo rond de 15 graden en kan er nog een enkel misbankje voorkomen, maar die zal snel gaan verdwijnen. De wind waait uit het zuiden, maar draait in de loop van de dag naar het westen en is overwegend matig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 17 en 20 graden. En zoals gezegd, er is zon, er zijn stapelwolken. En in het noorden en westen kan er dan een enkele bui vallen. Ook vanavond kan nog steeds een enkel buitje vallen langs de kust. De temperatuur die daalt geleidelijk naar een graad of 11 als de zon ondergaat. De wind die zwakt iets af. Morgen is er wat meer bewolking en de temperatuur ligt smiddags dan tussen de 17 en 19 graden. En opnieuw kan er morgen een enkele bui vallen. Ook in het binnenland is dat mogelijk. De wind waait nog steeds uit het westen en is overwegend matig. Maar de dagen erna gaat de temperatuur geleidelijk aan omhoog. Zondag blijft het droog, zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en worden 20 tot 23 graden. Maandag en dinsdag stijgt het kwik verder. Dinsdag kan het lokaal 25 tot 27 graden worden in het binnenland. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.